Concert voor Rafiek is een schoolvoorstelling voor de hoogste klasse van het basisonderwijs. De muzikale basis is Mahlers eerste symfonie. En daar is een heel nieuw verhaal omheen geschreven. En uiteraard kunnen we allemaal lessen proberen te maken waarin we opdrachten doen van nou, dit is Mahler en Mahler is dan en dan geboren, et cetera, et cetera. Dat is veel te abstract. Dus volgens activiteiten proberen we het hun eigen te maken. Dus om het echt te laten ervaren hoe de muziek werkt. Het mooie aan dit concert eigenlijk is dat het echt een meedoeconcert is. De voorstelling wordt gemaakt door de leerlingen en door de muzici van het Gelders Orkest en verteller Erik Robillard. 'S Nachts slaap je bijna niet meer door het geluid van de oorlog. En als een storm komt de oorlog over het dorp. Het verhaal, ja, het is heel actueel, helaas. Het gaat over een meisje. En zij woont in een, bijvoorbeeld een land als Syrië, dus een door oorlog verscheurd land. En dan moet ze vluchten en dan doet ze dat als jongen. En dan wordt ze door mensensmokkelaars naar Nederland gebracht. En dan wil ze heel graag haar ouders weer terugzien en dan gaat ze met een vriend, gaat ze proberen haar ouders terug te vinden. Straks zal ik de weg niet weten, straks zal ik de taal niet kennen. Ik moet hier weg, ik moet daarheen, straks ben ik alleen. Straks zal ik de weg niet weten, straks zal ik de taal niet kennen. Ik moet hier weg, ik moet daarheen, straks ben ik alleen. De kinderen hebben op school de liedjes ingestudeerd. Daar hebben ze 5 lessen lang over gedaan. We hebben heel goed geoefend. We hebben echt elke woensdag hebben we tot 2:45 les gehad, omdat we gewoon dat ze nog een beetje moesten leren. Zingen, dansen, bodypercussie, hoorspelgeluiden, alles wat je maar kan doen zonder dat je instrumenten of een boek nodig hebt of wat dan ook. Want we willen ook dat de focus van de leerlingen wel echt bij het orkest is en bij hunzelf. En dat doen we door de activiteiten, de muziek en het verhaal emotioneel op één lijn te zetten. Dus op elk moment in de voorstelling klopt het ook allemaal samen. Ik vond het wel heel leuk, want je hebt een scherm en je kan wat doen. Want vaak in de bioscoop zit je gewoon alleen maar zo te kijken. En dan kan je ook een beetje bewegen. Maar ik voel me wel een artiest, omdat wij echt wel deel uitmaken van het orkest. En het is gewoon een bijzondere ervaring en iedereen zou het moeten willen doen, want het is gewoon leuk. Eigenlijk was iedereen belangrijk. Want als één iemand er niet was, ja, dan was het heel anders geweest. Het is een hele ervaring, want ja, dat ga je niet elke dag doen. Dus ik zou het wel nog een keer willen doen. Je ziet dat die kinderen echt als klassen, als scholen en als scholen onderling echt helemaal nader tot elkaar komen. En een waanzinnig hoog resultaat en een kwalitatief hoog resultaat bereiken. Ja, dat is de allerbelangrijkste reden waarom scholen het moeten doen.